Heel hartelijk bedankt, Rauw-Geert, voor de uitnodiging. Goed, wat wij vandaag gaan doen, dat is onze finalisten voorstellen voor Mrs. and Miss. Dat is een aanpassing dit jaar, maar daar hoor je nog wel meer van, voor Glamour van 2019. Maar ik ga het genoegen hebben om u aan te kondigen aan de dame die eigenlijk sinds vorig jaar onze Mrs. Glamour is. En we zijn heel fier, want ze is niet alleen Mrs. Glamour Belgium, maar in Amerika ook nog eens internationaal geworden. En één van de twee gastvrouwen voor vanavond. Leila van Bel. Goedenavond, dames en heren, vrienden, familie, sponsors en pers. Bedankt voor jullie aanwezigheid en welkom op de persvoorstelling van Miss Mrs. Glamour Belgium 2019. Mijn naam is Leila en ik ben jullie Mrs. Glamour Belgium 2018. Ik heb België vertegenwoordigd in de Verenigde Staten vorig jaar en ik ben dus Mrs. Glamour International geworden. Ik ben heel trots van dat. Ik zou graag aan Naomi vragen om bij mij te komen. Ze is onze eerste erenaam van Mrs. Glamour Belgium 2018. En we gaan jullie gastvrouwen voor deze avond zijn. We gaan onze finalisten 2019 aan jullie voorstellen. En Naomi zal ook de dames een vraag stellen. Onze dames gaan een echt leuke campagne dit jaar hebben, omdat ze gaan workshops, maar ook défilé, coaching en een paar fotoshoot hebben. De finale zal doorgaan op 8 juni, te Alten Hotel in Grobbenbank. De tickets zijn beschikbaar bij de dames. De winnares van dit jaar zal onze land vertegenwoordigen in de buitenlands, zoals ik heb vorig jaar gedaan. Ik denk dat het is nu tijd om de finalisten te vragen om te komen, en zodat we mogen jullie aan jullie ze te voorstellen. We gaan beginnen met kandidaat nummer 1. Mag ik vragen om Nathalie te komen, alsjeblieft. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Nathalie Piron. Ik ben 33 jaar oud. Ik woon in Eupen, Duitsstalige gemeente. So, normally I speak German. I'm so sorry for my Dutch. I work for the government in a German speaker community. So my boss is the minister president of the German speaker community. I work there as a secretary. I have a daughter, she's 11 years old, and I'm very proud of her. Dank u voor jouw aandacht. Have a nice evening, thank you. Zoals jullie weten hebben we enkele vragen opgesteld. Elke kandidaat zal één vraag uit deze emmer mogen kiezen, zodat we ze persoonlijk een beetje beter leren kennen. Dus Nathalie, jij mag een vraag uitkiezen. Wie is jouw grote voorbeeld in je leven en waarom? We gaan het in het Engels doen. Misschien makkelijker. Who is your greatest example in your life and why? Yes, for me, my greatest example is my mother. She so strong woman. I need to have one day in my life like her. Yes, my mother. So. Is your mother here? No. Well, I think she's very proud of you. We wish you all the best for your campaign during Mrs. Glamour Belgium, and we all support you. So thank you very much and good night. Ik zal aan onze tweede kandidaat vragen om te komen. Mag ik Charlotte hebben, alsjeblieft? Goedenavond allemaal.
ben Charlotte Mengels, ik ben 19 jaar oud, ik woon in Tongeren. Ik studeer nu momenteel verkoop in mijn vijfde jaar. Ik doe mee aan deze verkiezing omdat ik echt een leuk avontuur wil beleven samen met de meiden. Het zijn super toffe meiden. En ja, dat is het. Heel fijne avond allemaal. Goedenavond, Charlotte, ook voor jou. Je mag geen vraag uitkiezen uit de emmer. Stel, jij wint morgen de lotto. Wat zou jij met het geld doen of wat is het eerste wat jij zou doen? Ik zou het eerste een deel aan mijn goed doel geven. Het tweede een deel aan mijn ouders, omdat ze ook heel veel voor mij hebben gedaan. En het derde, ik zal een deel van mijn eigen houden om te gaan shoppen natuurlijk en voor nog veel mooiere dingen te kopen. Ook Charlotte wens wij heel succes in de campagne van Mrs. Glamour Belgium en een fijne avond. Ik zou graag vragen aan Jessie om te komen. Goedenavond, mijn naam is Jessica van Kooi. Ik woon in Brugge. Ik ben 39 jaar oud. Mama van twee prachtige kindjes. Ik doe mee aan deze misverkiezing om een stukje van mezelf vertrouwen terug omhoog te krijgen. En ook om te laten weten aan de dames dat je nooit over bent voor mee te doen aan de verkiezing. Jessie, jij mag ook een vraag kiezen uit de emmer. Wie of wat is volgens jou glamour in je leven? En waarom? Want ja, het is een meisje die heel veel sympathie uitstraalt. Dus een topdame. Heb je ook nog in je leven iemand die glamoureus is of dergelijke? Of ben jij zelf glamoureus? Nee. Dat gaan we zien. Komt goed, ook voor jou. Ik wens je veel succes tijdens de campagne, veel plezier en good luck. Mag ik aan Lize vragen om te komen? Ik ben Lize Wouters, ben 30 jaar, woon in Halen en afkomstig van Leuven. Ik ben militair van beroep en dat is eigenlijk ook de reden waarom ik wil meedoen, omdat ik de vrouw in mij eens in de spotlight zou laten zetten. Dankjewel voor jullie aandacht. Jij mag ook een vraag kijken uit de emmer. Stel, je mag één wens doen. Wat zou die wens zijn? Ja, wat ik heel belangrijk in het leven vind, is eigenlijk gezond en gelukkig blijven. Dus dat is eigenlijk mijn wens. Zo lang mogelijk gezond en gelukkig blijven in mijn leven. Dankjewel. En stiekem ook geen mooie auto of geen mooie galenjurk of zo? Dan mag er altijd extra bij komen natuurlijk. Dat zie ik hier niet. Oké, ook voor jou wens ik veel succes in de campagne van Mrs. Belgium Glamour en veel succes. Dankjewel. Onze vijfde kandidaat is Charlotte. Goedenavond, ik ben Charlotte. Ik ben 33 jaar, ik ben afkomstig uit Ebrahem. Dat is voor iedereen waarschijnlijk meer de boeren buiten. Ik werk in de thuisverpleging. Maar door die streden te stoppen. Ik heb twee kinderen, een zoon en een dochter, waar ik heel fier op ben. Dank u wel. En een fijne avond toe, West. Goedenavond, Charlotte. Ook jij mag een vraag kiezen. Hoe sta jij tegenover jaloezie in een misverkiezing? Ik denk dat er
in een misverkiezing wel jaloezie is, maar zolang dat het gezonde jaloezie blijft, is dat voor mij geen enkel probleem. Ben jij een jaloers iemand in het leven? Helemaal niet. Oké, dankjewel. Ook voor jou veel succes in de campagne van Mrs. Belgium Summer. Veel plezier. En doe dat goed. Onze zesde kandidaat is Fedra. Ja, avond iedereen. Ik ben Fedra Boele en ik kom uit Diepenbeek. Ik ben 21 jaar oud en ik studeer momenteel mijn eerste jaar verpleegkunde. Fijne avond nog. Goedenavond Fedra, jij mag daar een kaartje drinken met Emmer. Welke beroemdheid zou jij voor één dag willen zijn en waarom? Ik zou graag Kate Winslet voor één dag willen zijn, voor eens te weten hoe dat het is om continu voor een camera te staan of te mogen acteren. Kate Winslet, dus jij zou ook graag meespelen in de Titanic? Wel graag, ja. Ook als de boot gaat zinken? Ik denk dat dat een leukste scène is. Dan moeten we wel een keer een Leonardo vinden, hè? Zeker. Dankjewel, Fedra. Ook voor jou veel succes in de campagne. En super. Mag ik aan Femke vragen om te komen, alsjeblieft? Goedenavond, iedereen. Ik ben Femke Boren. Ik ben afkomstig van Nederland. Maar ik woon al sinds mijn 11e in België. Ik heb 2 hele lieve schatten van kinderen die mij 100% steunen in deze verkiezing. Die het nog spannender vinden dan ikzelf. Ja, de reden waarvoor ik meedoe is om meer zelfvertrouwen te krijgen en omdat ik het heel leuk vind. Dankjewel. Terugkomen. Vind jij uiterlijk belangrijk in een misverkiezing? Ja, heel belangrijk. Maar natuurlijk is niet schoonheid het enige wat je mee moet hebben. Het moet eigenlijk allemaal bij elkaar passen. Dank je, kom maar uit. Zijn er dan nog zo'n kwaliteiten die jij denkt dat een mis zou moeten bezitten? Of waarvan je denkt dat is belangrijk? Ja, uitstraling sowieso, maar ja, ik denk dat je toch ook heel veel spontaniteit moet hebben en dat je vooral ook naar andere landen wil reizen om toch op te komen. En natuurlijk een goed karakter. Ook heel belangrijk. Heel bedankt Femke, veel succes tijdens de campagne. Onze volgende kandidaat is Evelien. Ik ben Evelien, ik ben 29 jaar. Ik doe mee met de verkiezing omdat ik geen zelfvertrouwen heb. En ik hoop met meedoen dat ik zelfvertrouwen heb gekregen. Jij mag kiezen uit de emmer. Dankjewel, Evelien. Wat zijn die volgens jou kwaliteiten die je met zou moeten hebben? Zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen kunnen we werken, hè? En je bent goed bezig door hier te staan, dus proficiat en vooral. Evelien, ook jouw wensen veel succes in het
tijdens de campagne. En je doet dat super goed. Echt waar. Proficiat, hè. Ketja is onze volgende kandidaat. Ik ben Katja, ik ben 31 jaar en ik kom uit Sint-Genis-Saas. Zoals gezien ben ik een van de weinigen met zichtbare tattoos en piercings die meedoen aan deze muziekkiezing. Het is ook een keuze om eraan mee te doen, dat ik toch wil tonen aan mensen dat tattoos en piercings enkel het uiterlijk verandert en niet aan je bent. Ik wil jullie graag bedanken voor jullie tijd en nog een prettige avond wensen. Goedenavond Katja, ook jij mag een vraag trekken uit de emmer. Spannend. Met welk dier zou jij jezelf vergelijken? Een katachtig, zou ik zeggen. Baby is een vrij sociaal katachtig dier. En als je die eigenlijk juist benadert, zijn ze heel lief. En heb je zelf ook katten thuis of iets katachtig in de buurt? Ja, maar dat heb je zeker. Ik denk dat ze in de zaal zit, klopt dat? Ja. Oké, Katja, heel veel bedankt. Ook voor jou veel succes in de campagne en doe dat goed. Onze laatste finalist voor Mrs. Glamour Belgium 2019 is Saskia. Goedenavond allemaal, ik ben Saskia Kokken, ik ben 25 jaar en ik woon in Schilde. Ik ben dit jaar 5 jaar getrouwd en ik ben vorige zomer mama geworden van mijn zoontje Alexander. Alexander is ook een van de redenen waarom ik meedoe aan deze ministerkiezing. Want ik wil jonge mama's tonen dat er naast het verversen van luiers nog wel wat genammer in de wereld bestaat. Dankjewel voor jullie aanwezigheid. Katja mag een vraag trekken. Ah, Saskia. Naar welke ronde kijk jij uit tijdens de finale? Ik kijk heel erg uit naar de openingsdans. Want ja, het is de start van de finale. Het moment waar iedereen naar heeft geleefd. En ja, dan is de kop eraf. Even een momentje van ontlading. En droom je niet van een schitterende gala, Jurk? Zeker. Prima, ook voor jou wensen we veel succes tijdens de campagne. En dit waren onze kandidaten. Mag ik een sorry dat ik nog even stoor. Ik wil ook graag nog een applausje voor Leila. Leila is een super. Ja. Dank u, hartelijk bedankt. Oef, ik moet een beetje... Het is een beetje moeilijk. Sorry. Oké, dus jullie hebben nu onze... Sorry. Onze finalisten ontmoeten. En nog eens, ik zou graag jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Onze dames gaan nog een beetje daar blijven staan, zodat jullie mogen een paar foto's van onze finalisten trekken. En nog een fijne avond aan iedereen en bedankt voor jullie aandacht. Tot snel!